Zit er coronavirus in het vaccin? Er zit geen levend coronavirus in de vaccins. Wat de vaccins doen, is jouw lichaam leren hoe het coronavirus eruit ziet. En de meeste vaccins doen dat door een klein stukje van het coronavirus, zo'n heel karakteristiek stukje van het jasje, het spike-eiwit, te laten zien. En jouw immuunsysteem kan dat dan leren kennen en kan er ook een afweerreactie tegen opbouwen, waardoor je later beschermd bent als je het echte virus zou tegenkomen. Er zijn ook vaccins die wel gebruik maken van virussen. Dus die laten wat meer zien van het coronavirus. Maar dan bevatten ze alleen afgedood virus. Je kunt dus niet besmet worden door het vaccin. En je kunt ook andere mensen niet besmetten door het vaccin. Beïnvloedt het vaccin de vruchtbaarheid? Ja, die gedachtegang is de wereld ingeholpen doordat er een stofje in de vaccins zou zitten wat lichaams-eigen is en wat belangrijk is voor zwangerschap. Om zwanger te kunnen zijn en om het kindje te laten groeien. Een bepaald hormoon. Maar dat hormoon zit niet in de vaccins. Dus er is geen reden om aan te nemen dat we daar een auto-immuunreactie tegen zouden opwekken en daardoor onvruchtbaar worden. Geef ik het vaccin door met de borstvoeding? Als jij gevaccineerd wordt en je geeft op dat moment borstvoeding aan je kind, dan vaccineer je niet je kind. Er komt geen vaccin in de borstvoeding. Tast het coronavaccin je eigen DNA aan? Deze vraag bestaat vooral rondom de RNA- en de DNA-vaccins. Omdat het woordje RNA-DNA een beetje die associatie oproept. Nou, ze doen dat niet. Wat ze doen is een bepaalde bouwtekening geven voor jouw lichaam om stukjes van het coronavirus te bouwen. En als die stukjes dan gebouwd zijn, dan kan jouw immuunsysteem daarnaar kijken en er een afweerreactie tegen opbouwen. Vervolgens ruim je die bouwtekening weer op. Zoals dat ook gebeurt als je bijvoorbeeld verkouden bent geweest en je hebt die bouwtekeningen van een verkoudheidsvirus gebruikt. Dus nee, jouw eigen DNA wordt niet aangetast door de vaccins. Zijn de vaccins niet te snel ontwikkeld en daardoor onveilig? Ja, ze zijn heel snel ontwikkeld, binnen een jaar. En dat is nog nooit gebeurd. Dus je kunt je afvragen, hoe kan dat? Om ze te ontwikkelen moet je een vast aantal fases doorlopen. En er moet onderzoek gedaan worden en wetenschappelijk worden aangetoond of de vaccins wel veilig zijn en of ze wel werken. En daar kun je niet omheen. Maar er zijn vier dingen die nu hebben gemaakt dat dat toch binnen een jaar kon. En dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dit is echt de verrassing van 2020. Maar het is wel gebeurd. En wat waren nou die vier dingen? Ten eerste, er is gebruik gemaakt van alle kennis en kunde die we al hadden. Bijvoorbeeld over eerdere uitbraken met SARS en MERS. Om zo snel mogelijk vaccins te bedenken en te gaan ontwikkelen. Ten tweede zijn hele goede afspraken gemaakt wat die vaccins nou precies zouden moeten kunnen met de beoordelaars. En die beoordelaars hebben al over de schouder van de onderzoeker meegekeken en hebben daarmee tijd gewonnen. Ten derde, alle fasen van het onderzoek die doorlopen moesten worden, die zijn heel snel en efficiënt achter elkaar geplaatst. Wat in een normale situatie ook niet gebeurde, maar nu wel, waardoor ook veel tijd is gewonnen. En ten vierde, er is ongelooflijk veel geld bij elkaar gebracht door overheden, door internationale instanties, door filantropen, om dit allemaal mogelijk te maken en om ook al vaccins te gaan produceren, terwijl we nog niet wisten of ze zouden gaan werken. En dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we toch binnen een jaar al de eerste COVID-19-vaccins hebben. En zonder compromissen te sluiten over hun veiligheid of werkzaamheid. Klopt het dat je autisme kunt krijgen van vaccins? Nou, die fabel dat vaccins autisme veroorzaken is zo'n 20 jaar geleden de wereld ingeholpen door de Britse arts Andrew Wakefield. Die publiceerde in een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift dat dat zo zou zijn.
En daar is toen goed naar gekeken door vakgenoten en bleek dat het niet op feiten berustte en dat de data gewoon niet klopte in dat artikel. Dus het tijdschrift heeft het artikel teruggetrokken en de Britse arts is zelfs uit zijn ambt ontzet.